Ja, deze burgemeester die heeft speciaal vandaag het Vinnen gelaten voor wat het is en is helemaal vanuit het Hageland naar hier gekomen, naar Leuven. Goedemorgen, burgemeester Boudewijn Herbots van Zuid-Leeuwen. Dag Jana, goedemorgen. Ik ben hier geschaatst. Geschaatst, oké. Top. Nu, u heeft pas 2 jaar geleden de sjerp van Jos Sijsens overgenomen. En binnen 4 jaar geeft u hem alweer door aan Guy Dumst. Is dat dan ook meteen het einde van uw politieke carrière? Nee, hoegenaamd niet. We hebben de traditie in Zuid-Leeuw om onze mandaten op te delen, om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het beleid. En vandaar dat wij die keuze gemaakt hebben. Ondertussen al 18 jaar geleden, maar dit betekent helemaal niet het einde van mijn mandaat uiteraard, of mijn politieke ambities. En wat gaat u dan doen? Wel, ik blijf uiteraard gemeenteraadslid. Ik blijf ook het mandaat dat ik gekregen heb van de kiezer verder uitvoeren tot 2024. En dan gaan wij met de vernieuwde jonge ploeg die we nu hebben en waar ik eigenlijk ook een beetje nestor van word, dan mee begeleiden om in 2024 het werk verder te zetten. Wat wil u zeker nog in die 4 jaar als burgemeester bereiken? Wel, ik heb altijd zo het idee, intergemeentelijke samenwerking, intragemeentelijke samenwerking. U weet dat wij staan voor de samenwerking met het OCMW. Dat is een heel belangrijke uitdaging. Is heel belangrijk, want een goede organisatie, zoals in de voetbal, maakt een goede ploeg. Ook voor ons is dat niet anders. En ook de samenwerking met de buurgemeente is heel belangrijk. Dat is het algemene kader. Daarnaast in de ploeg zelf hebben wij een vernieuwde jonge ploeg. We hebben 6 nieuwe kandidaten die voor de eerste keer verkozen zijn. Waarvan er een 4 of 5-tal, ik moet er even uit, een mandaat gaan opnemen. Dus die gaan we begeleiden. Dus daar zal wel wat werk in kruipen. Ja, veel werk dus. Wat doet u als u het hoofd eventjes wil vrijmaken? Boeken lezen. Boeken lezen, ja, dat is een heel mooie hobby. Dat hebben veel mensen die doen dat niet meer tegenwoordig. Hè, dus dat is heel goed. Nu, maar iets waar u nog plezier aan beleeft is koken, heb ik me laten vertellen. Ja. U noemt zichzelf zelfs een gastroseksueel. Wij hebben de illusie te denken dat wij gastroseksuelen zijn. Wij hebben, een van onze vrienden is ondertussen 5 of 6 jaar geleden verkozen tot beste hobbykok van Vlaanderen, en Johan Engelen. En hij begeleidt ons op onze voorzichtige paden op het gastroseksuele domein. En eigenlijk was het idee om onze vrouwen wat te verleiden door onze gastrokunsten, vandaar gastroseksueel. Maar het mag natuurlijk ook niet te veel moeite kosten, dus we werken ook nogal eens met moderne technieken zoals blikken, bokalen en dat soort dingen. Microgolf, ja, ja, ja. Oké. Nu, welk gerecht maakt u het beste klaar? Dat varieert een beetje, denk ik. Ik maak nogal graag stoofpotjes. Ah, ja. Geen voorgekochte stoofpotjes dan toch, nee. Hoop ik. Nu, u heeft ook iets bij, een voorwerp. Kan u dat eventjes halen? Het is misschien wat meer. Ja, het is een kader, een fotokader. En er staan een heleboel mensen op. Dat is mijn gezin. Dat is wie ik ben en van waar ik kom. Wij zijn met z'n 10 thuis. Vandaar ook Boudewijn, uiteraard. Maar dat heb ik vorige keer al eens even verteld. Omdat u nummer 7 bent. Ja, omdat ik de 7e in de rij ben. En die kleine, dat ben ik. Mijn zus moest toen nog komen, mijn jongste zus. Voor mij is dat belangrijk, omdat het typeert een beetje wie ik ben. Ik vind het belangrijk te weten van waar je komt. Niet alleen als individu, maar ook als natie of als land, hoe je het ook wil benoemen. Om te weten waar je naartoe gaat, is het belangrijk om te weten van waar je komt. En vandaar dat ik dit meegebracht heb. Voor mij is dit echt wel belangrijk. Ik kom gelukkig uit een klassiek Vlaams nest, toevallig Vlaams, maar goed, dat had ook iets anders kunnen zijn. En ik heb dat teruggevonden in mijn huidige zin ook. Heeft u ook 9 kinderen of 8 kinderen dan? Nee, gelukkig niet. Nee, we hebben 3 kinderen, 3 zonen. Een tweeling en dan nog een nakomertje, zoals dat heet. Nu, ik kan me wel voorstellen dat het soms wel moeilijk was om op te groeien met zoveel broers en zussen. Moest u nooit zo eens vechten om de aandacht van uw ouders? Om aandacht van de ouders niet. Wij vochten uiteraard wel. Goed, dat waren andere tijden, uiteraard. Maar dat was zeer leuk als je terugkijkt. Het heeft mij vooral ook geleerd om te relativeren, je eigen plan te trekken. Dingen die wel belangrijk zijn in het leven. En daarom vind ik dat zo belangrijk.